Goedemiddag, dit is MMTV. We gaan u vanavond een stukje laten zien van het congres over de toekomst dat de afgelopen dagen gehouden werd in Felix Meritis. Het ging over de toekomst van Amsterdam in het jaar 2030, maar de titel was Amsterdam 2001 stad. Want er zijn zoveel opties, zoveel mogelijkheden. Schiphol erbij, Schiphol niet erbij. Wat wil je doen met het verschil tussen rijk en arm? Wat doe je met de kinderen? Hoe gaat de bevolkingsopbouw? Kortom, er was heel veel te praten. Twee dagen druk praten met elkaar, luisteren naar bijvoorbeeld de visie van BMW. Het was echt een congres over de toekomst. We gaan nu een stukje laten zien, een ronde tafelgesprek onder de leiding van de heer Piersma. Hij is voor de PvdA gemeenteraadslid, maar was onder andere ook directeur of eigenlijk hoofd van de Hogeschool voor de Kunsten. U ziet hier wethouder Jieke van die Giezen, die aan een burger staat te vertellen dat het feit dat de gemeenteraadsverkiezingen nog niet op de buis zijn of op het internet te wijten was aan het feit dat A2000 daar geen toestemming voor geeft. Nou, dat was gewoon gelogen, want A2000 heeft in een brief van september vorig jaar heel duidelijk gezegd dat dat allemaal wel kon. Maar dat verzweeg de wethoudster tegen deze burger. Wat de wethoudster wel zei, dat laten we vanavond niet zien, maar ze zei het heel duidelijk, is dat eigenlijk de verkoop van A2000 nu in het licht van de ontwikkeling eigenlijk misschien onverstandig is geweest. Dat zei ze eigenlijk heel duidelijk. Alleen, ze zei het was niet te voorzien. Nou, zoals u weet, ik voorzag dat wel en heb toen gezegd, moeten we niet doen. Maar goed, we komen daar nog wel op terug. We gaan u nu een stukje laten zien van het congres over de toekomst. Zoals dat werd gehouden in Felix Meritis. En het was dus een rondetafelconferentie. Dames en heren, welkom bij wat heet een onderstroom. Hier ergens anders in het gebouw, in de koepelzaal, geloof ik, is een werkgroep bezig van deskundigen om zich te buigen over het thema van die werkgroep. En dat is het thema stad en land. Maar in grote wijsheid hebben de organisatoren besloten dat er ook een onderstroom is die zich met hetzelfde onderwerp bezighoudt, stad en land, en uiteindelijk tot conclusie kan komen. Als u nu gedeprimeerd bent door het woord onderstroom tegenover de professionals daar, dan geef ik u even de mogelijkheid om daarin bij te komen. Hoewel, als je onderstroom eens goed naar kijkt, dan is dat, weet ik eigenlijk niet zeker, de mensen uit Noord weten dat wel. Onderstroom is eigenlijk kwelwater, of niet? Als dat zo is, dan hoop ik dat de resultaten kwellend zijn voor degene die een kleine vrijheid, als maar zoute kwelling is. Dus laten we het zout in de pap zijn vandaag. En om niet al te veel van het onderwerp af te wijken wat nu in die werkgroep aan de orde is, lees ik kort die inleiding voor die daar die mensen ter beschikking is gesteld, daar beneden. En die is als volgt. Eeuwenlang heeft er een tamelijk groot contrast bestaan tussen stad en omgeving. Steden lagen als duidelijk herkenbare bebouwde eenheden in het overwegend groene landelijke gebied. En dat landelijke gebied zorgde voor voedsel, brandstof en later ook voor ontspanning voor de stedeling. Door actief ingrijpen van stedelingen heeft het landschap in de loop der eeuwen de huidige verschijningsvorm gekregen. Rond Amsterdam heeft dit geleid tot unieke en waardevolle landschappen. De relatie tussen stad en omgeving is in de laatste decennia in Amsterdam dat uitdrukking gebracht in de vorm van een lobbenstad. En dan komt de probleemschets. En daar moet hij dan het mee doen vandaag. Maar ik zal het wel toespitsen op een aantal stellingen die ik u dan voor u ga leggen. En die probleemschets is als volgt. Dat het contrast, wat hierboven geschilderd is, wat ik eerst hier voorlas. Het contrast tussen stad en omgeving is sterk aan het nivelleren. Onder andere door de toename en spreiding van stedelijk ruimtebeslag en de samenhang met de verzwakking van de landbouwfunctie. Dus de oorspronkelijke functie wordt gesteld van platteland, van het land. De landbouwfunctie verzwakt en de spreiding van het stedelijk ruimtebeslag is versterkt in de afgelopen tijd. En daardoor wordt het landelijk gebied van de regio met zijn diversiteit aan landschappen versnipperd
en neemt de kwaliteit af. Wie is het tot zover niet eens met deze, dit opgezonde? Want anders kom ik direct tot de stellingen en dan kom ik... Het spint zich allemaal nog wat toe, maar deze... Ik denk dat het eerder andersom is. Zie je wel, ik dacht dat het als eerste is. Ja. Het eerder andersom is. Er wordt uitgebreid en de landbouw of de tuinbouw is, wordt steeds verder weggedrongen. Als, maar mag ik het u anders vragen? Als de stad niet uitbreiden, ja. Denkt u dan dat de landbouw niet in problemen zou zijn? Rond de stad? Ja. Ook wel. Maar u zegt ook dat dat versterkt wordt. Eerder, dus het is niet alleen maar een neutrale ontwikkeling in de zin landbouw gaat achteruit of onafhankelijke ontwikkelingen. Maar u zegt landbouw gaat op zichzelf al zwakker worden, maar dat wordt nog versterkt door de uitbreiding van de stad. Dat noteren we eerst maar eens als u dat... Ik kijk even rond, wie vindt... Ik ga niet van dat briefje zelf even, dus dat word ik dat lezen. Ja, nou. Dat briefje wat u voorlas. Ja, dat, dan had u bij de professionals in de werkgroep moeten zitten, begrijp ik. Want niemand wist nog wie hier kwam. En met andere woorden, het wordt overgelaten aan mijn kalme stem om u dat mee te delen. Want anders dan had alle papier wat u kreeg nog een onoverzichtelijker karakter gekregen. Dus u moet het daar maar mee doen. Ja, zou ik niet over de procedure zeggen. Ik wil graag weten van wie de kalme stem. Mijn naam is Raman. Sybren Piersma. En ik, ik dacht als voorzitter ben ik toch eigenlijk alleen maar steunend voor u, dus. Sybren Piersma ben ik. En ik zit nu ook in de gemeenteraad, maar dat is ook niet erg bepalend voor wat ik ben, geloof ik. In elk geval ben ik hier voorzitter. En u mag me afzetten. Dit noteren we en ik kijk rond. Het verandert het niet heel erg, het scherpt het alleen wat toe. Ja, als typische stedeling, denk ik, heb ik weinig verstand van de landbouw. Het zullen er dan meer hebben. Maar wat ik wel vaak hoor vanuit landbouw is dat inderdaad de stedelijke uitbreiding bepaalt waar landbouw zou moeten verdwijnen. Terwijl dat bijvoorbeeld dan niet in afweging wordt genomen waar bijvoorbeeld beste landbouwgrond zou kunnen zijn. Dus dat wat dat betreft... Ik denk misschien dat als je de landbouw in overweging neemt, de andere keuzes gemaakt zouden kunnen worden. Waarbij bijvoorbeeld sommige gronden die voor de landbouw in gebruik zijn, minder opbrengst hebben dan andere gronden. En dat soort afwegingen, dat wordt, wat ik hoor, vaak heel weinig gemaakt. Dus dat, dan waar de stad de arbeid, dat staat centraal. Maar niet van wat de landbouw aangrond. Nee, je bedoelt dus als dat hele goede landbouwgrond is, dan zal dat niet gereserveerd worden voor landbouwgrond, maar dan krijgt de stad voorrang. Nou, er is wel een andere functie die nogal bepalend is voor waar de stad uitbreidt. Dat is de natuurfunctie. Er zijn toch een aantal gebieden, naar een meer, waterland, waar over besloten is dat daar niet gebouwd zal worden. Ja. Het is dus niet alleen de stadsuitbreiding, maar ook de natuur. Die bepaalt, maar ook de natuurgrenzen. Tenminste, laat ik hopen dat dat ook een factor is. Komen we direct weer op terug. Ja, daar wil ik graag even op inhaken. Ja? Zegt in de stelling dat in de geschiedenis dus het omringende land een noodzaak was voor de stad in voedselvoorziening, dat dat niet direct meer die relatie gelegd kan worden. De melk van de boeren uit het buitenland gaat eerst naar de melkfabriek en misschien ergens in Friesland, dat weet ik wel. Maar dan komt het pas hier, om er iets te noemen. Dus die landbouw in de omringende stad, die heeft een totaal andere functie voor de stedeling dan wat die had. En dat is namelijk eerder een recreatieve dan een voedselvoorziening. Maar zegt u nu met z'n allen dat landbouw, de functie daarvan gaat op zichzelf in het algemeen, is hij zwakker geworden? Daarbij is hij ook de functie van de landbouw rond de stad voor de stad zelf veranderd, uw stelling. En daarna zegt u, maar als er uitgebreid wordt, dan is het niet alleen een stad, of als het landbouwgebied aangetast wordt, is het niet alleen voor woningbouw, maar ook voor de functie van stedelingen, bijvoorbeeld recreatie. Is dat wat van u zijn? Ik ben bang dat dat zo is. Maar de landbouw is zeker niet onbelangrijker geworden. Nee. Want we zien dat Nederland het tweede land ter wereld is op het gebied van export van agrarische producten. Maar voor de stad is het... Voor de stad is er geen directe... Ja, wat ik zei, de vertaling van wat u zei, dat de inkomens van landbouw, nou, dat op een gegeven moment... Landbouw in de omgeving van de stad... Oké, laten we daartoe...
Laten we dat maar, daar maar op houden. Maar dat betekent niet, naar mijn gevoel, dat het contrast daardoor... Zijn we nog niet. Nee. Zijn we nog niet. Maar dit is even om dat stukje, of we daar ons in konden vinden. En wat ik nu geheel dictatoriaal vaststel, zonder ook op mijn... Op de mensen achter mij te leggen. Ja, joh, ik voel me niet het minst daardoor gehinderd. Daar zijn we het eigenlijk wel een beetje over eens, over die zinnen die we tot nu toe hebben hier uitgesproken. Dat is mooi. Want dan ga ik naar die stellingen toe, omdat Roel daar al eigenlijk een... Roel Poppen, ik stel hem maar even voor, u mag zichzelf ook voorstellen als u spreekt. Al een beetje op terugkwam. Beneden bij die werkgroep liggen een aantal stellingen. En ik begin maar met de eerste, die vrij scherp is en die luidt als volgt. Welke groene gebiedseenheden in de regio en rond de stad Amsterdam, welke groene gebiedseenheden in de regio en rond de stad Amsterdam moeten van verstedelijking worden gevrijwaard en omwille van welke specifieke kwaliteiten? Dus welke delen mogen niet worden aangetast en omwille van wat? Daar staat dus eerst eens al in dat ze gevrijwaard moeten worden. En wat is dan eigenlijk verstedelijking van die groene gebieden? Want als je ze vrijwaart van verstedelijking, is dat niet inherent ook een vorm van verstedelijking? Want je doet er iets mee. Je maakt het op een manier toch, je onderwerpt het op die manier toch aan de verstedelijking. Logischerwijs heb je volgens mij volledig gelijk. Dat is zoiets van dat je de vrijheid plant of zo. De moeilijkheid of dat je die inricht. Dat je volledige vrijheid inricht, die tegenstelling. Maar de volgende vraag is, wat kunnen we ermee met die... Want die constatering is juist, logischerwijs denk ik. Want wat daaruit het gevolg is, is dat je hoe dan ook, ook al vrijwaar je het van welke ontwikkeling dan ook, dat je daar op een manier vorm aan geeft, een andere vorm dan het nu heeft, en een andere inhoud, een ander gebruik, dat onderworpen is aan wat de stad daarvan... eist. Ja, heel Nederland is al gepland, dus je kan zeggen van heel Nederland is al verstedelijk, dus dat is gewoon een uitgangspunt. 90%. Ja, dus je kan nu ergens zeggen van, wat gaan we ermee doen? Vrij houden van bebouwing, of waar de centrum niet is. Lees ik nog even drie regels voor en dan kijken we even of dat de boel verward, ook naar uw opmerking, of een beetje verheldert. Ik heb gezegd welke gebieden moeten gevrijwaard worden en omwille van welke speciale kwaliteiten. Dat is de eerste. En daar hoort ook een strategie bij om specifieke kwaliteiten van die gebieden in die toekomst te behouden. Hoe doe je het dan, is dan de vraag. En dan gaat het, en daarom lees ik het even voor, welke belangrijke en levensvatbare functies zijn de economische dragers van het landschap? Welke belangrijke en levensvatbare functies zijn de economische dragers van het landschap? Wat ik nu probeer allemaal bij elkaar te halen, dat is het volgende. Welke gebieden moet je vrijwaren van die oprukkende verstedelijking? In de scherpste vorm, wat een beetje gebeurt, dat zei u al. Hoe dan ook in vormgeving. En waarom? Want wat doe je er dan mee en waarom vind je dat? En dat wordt hier, welke levensvatbare functies hebben die gebieden dan die je wilt vrijwaren? Dat is niet alleen maar vrijwaren omdat je het leuk vindt, maar ook dat degenen die daar zijn en die daar wonen en die daar leven, een levensvatbare, in een levensvatbare positie komen. Of niet, want dan heb je een natuurgebied waar niemand meer woont. Kan ook. Nou, maar dan gaan we eerst weer naar de gebieden terug, maar ik zeg het even, opdat u weet waar ik uiteindelijk terecht kom. Nou, de economische dragers van een natuurgebied, dat is dat in principe niet. Dat zijn altijd de nabuurgemeenten, denk ik, als we naar het Amsterdamse Bos kijken, dan is dat de gemeente Amsterdam die de economische drager daarvan is. En als we naar het Loosdrechtse plassengebied kijken, dan is dat wel iets van recreatie. Maar ik denk niet dat die voorzieningen economisch in staat zijn om dat gebied te conserveren zoals het thans is. Of zoals het, helder. We gaan even door en dan kom ik weer terug op de eerste vraag. U. Ja. Ik denk dat er een voorbeeld gegeven is waar daar wel degelijk dragers zijn van een landschappelijk groen, zoals, en dan noem ik Waterland in Amsterdam-Noord, waar inderdaad een ontwikkeling gaande is dat je zegt van de dragers van
de natuur die daar hartstikke belangrijk is, zijn boeren. Als je je dat realiseert, kun je zeggen, op welk punt is er een gemeenschappelijk belang van de stad en van de boeren en van de natuur, kun je kijken of je daar iets in kunt vinden. Dan wil ik eigenlijk terug naar de eerste stelling. Vroeger was er een duidelijke relatie tussen stad en land. We hadden elkaar nodig. We hebben nu een beetje het gevoel dat dat niet meer zo is, dat dat helemaal uit elkaar gegroeid is. Terwijl we eigenlijk kunnen zeggen, we hebben nog steeds stukken groen voor allerlei functies nodig. En dan kom ik weer terug op het verhaal van, wat is de draagkracht daarvan? Want zeg ik, in landelijk noord is het zo dat er nu heel langzamerhand een situatie ontstaat, een convenant gesloten wordt tussen de stad en de boeren in dat gebied. Wat doen de boeren? Die proberen een aantal goede, kwalitatief goede producten te leveren voor de stad, waarbij je ook weer kunt zeggen, hey, kunnen we die boeren nou een voorrang geven in aflevering, hè, heel goed vlees, daar gaat het bijvoorbeeld om, of heel goede kaas, of dat soort zaken. Daar geven ze een hele goede prijs voor. Daardoor kunnen de boeren er blijven zitten. Daarnaast sluiten we een contract dat we ze zeggen, om werkelijk goed te kunnen functioneren daar, je boerenbedrijf te kunnen uitoefenen, krijg je geld om de natuur te beschermen. Als je het zo doet, dan blijkt dat er wel degelijk levensvatbaarheid is voor boeren, dat de natuur nog een kans kan krijgen en dat je als stad een stuk groen behoudt voor extensieve recreatie, zeg ik dan maar even, voor nou, iets heel belangrijks, voor ruimte, ruimte wat je als stad ontzettend hard. Dank je. Hier zijn we al bij een mengfunctie terechtgekomen. Houd maar even in uw hoofd, want u gaat nu weer even terug naar het vorige. Nou, je bent dat inventariseren welke gebieden onderbouwd zijn. Ja, daar kom ik aan. En wat ik zelf ook heel belangrijk vind, is het IJmeer. We hebben nu de uitbreiding IJburg straks voltooid. Er is wel eens gesproken over een derde fase. Ja. Waar krijg je zo'n binnenzee cadeau? Almere die gaat zich geweldig uitbreiden. Dus dat worden weer zeker gigantisch. Dus je neemt van Polens aan een groot binnenwater. Nou, dan kun je allerlei functies voor dat water bedenken. Kun je al je substantie recreatief en drinkwaterbekken. Maar u zegt laat het IJmeer en, gaat, en bewaar dat. Ja. Ik kijk even rond, want ik ga direct helemaal inventariseren. Zijn daar enorme tegenstanders van? Dus dat is eigenlijk een rem op een mogelijke derde fase die je voorstelt. Ik kom overigens ook bij de andere gebieden hoor, maar we gaan er zo nu nog gewoon wat tussen discussies voor voeren. Ik zou graag horen waarom. Zeg maar, ik vind het een prachtig gebied om daar woningen te bouwen. Oké. Okay. Ja, waarom? Dat zei ik. Ik ben zo binnen. Ja, eerste vraag beantwoorden. Ja. En de drinkwaterbekken krijg je daar. Nou, het moet vervaarlijk blijven voor de toegang van Amsterdam. Dus er zijn allerlei functies te bedenken. Kijk, deze mevrouw voor mij die geeft al aan dat het dilemma is steeds de afstand die je moet overbruggen om iets van niet-stad te ervaren. Mm. Dat begrijp ik ook. Die wordt steeds verlegd. Ik bedoel, straks moet je naar Engeland om iets van lucht te ervaren. Er staat één heel interessant luchtfotootje in die rapportjes, Hub Amsterdam en ook deze. En dan moet je eens kijken naar hoe Europa verlicht is. Ja. En het is ongelooflijk, vanaf Amsterdam dus kan je alleen de Pons in. En verder moet je naar de Ardennen en de rest is allemaal. Nee, maar Londen Noord is een prachtig voorbeeld. En daarom wil ik nog even zeggen, die fysieke grens van Londen Noord, waar dus inderdaad een stedelijk in ophoudt en zeg maar het agrarische gebied begint, is met de ringweg inderdaad begrensd. En dat is fantastisch, want ik, op dat punt begrijp ik niet. U loopt dan vanaf het stedelijk gebied zo zeg maar een prachtig landschap in. En waardoor komt het? Ja. Doordat die fysieke grens zo goed bewaakt is, omdat die er ook is. Maar dan blijf je in elk geval voor die ruimtes tussen landelijke gebieden, het Abkouw voorbeeld, en het stedelijk gebied. Ja. Maar dan zegt u, want even dit nog even, want ik ga direct die inventarisatie van die andere gebieden nog wel even door. Dan zegt u, nou maak eerst maar eens waar dat je dat voor de recreatie en voor het binnenvaren zo nodig hebt dat je er ook niet de stedelijke functie van wonen, dat je die uit moet sluiten. Ja, juist omdat je er dus een functie aan toekent. Ja, dat doet zij. Maar deze meneer zegt van, ja, moet je wel voor goede huizen komen, want woning op die plek is ook nooit weg. Ik vind dat daar de verantwoordelijkheid van de stedingen op ligt, dat die economische draagkracht van die open gebieden die je graag wil conserveren, dat je dan ook die verantwoordelijkheid neemt dat je die economische draagkracht zelf in stand houdt. Want als je dat gaat zoeken in intensivering van de landbouw, dan span je het paard achter de wagen in deze. Want dan denk ik bijvoorbeeld aan kassacultuur en dergelijke. Ja, nee, niet kassacultuur, maar u komt op het precies hetzelfde uit als mevrouw achter u. Ja, precies.
Daar komt het eigenlijk op neer. Dan moet je ook weten als stedeling dat je verantwoordelijkheid hebt. En als je die gebieden hebt, de landelijke gebieden met lobben ertussen, hebben we nu gezegd, herhaal ik maar even. Want dat vinden we kennelijk allemaal. Dan moet je ook zorgen als stedeling dat je verantwoordelijkheid draagt. Dat degenen die daar werken, dat die ook kunnen leven. En dan heb je nog direct ook de recreatiegebieden waar we komen, waar het nog weer iets anders ligt. Dat is wat hij tot nu toe zegt. Er zit niet een sterke lobby. Ik wil als stedeling daar ook welkom zijn en dat gevoel hebben dat ik daar welkom ben. Als u naar Noord gaat, mag ik eens vragen, u gaat naar Noord en u pakt uw fiets en u gaat door Durgerdam. En u gaat over het bruggetje door de weilanden, iets wat je vroeger helemaal niet kon daar natuurlijk. En dan heb je hele tocht daar waar je rond gaat en je gaat met de pont over daar. Daar heb ik totaal niet het gevoel van niet welkom te zijn. Maar u wel, kennelijk. Ja, ik heb niet het gevoel dat ik daar iets te zoeken heb. Maar je moet wel een functie geven. Dan moet je daar komen. Het enige wat leuk is, is om daar doorheen te gaan. Maar als ik ergens wil verblijven, niet. En in het volgende gebied bent u ook niet altijd welkom. Ik wel. Dus dat is een kwestie van hoe definieer je de functie van zo'n gebied. Als dat de functie heeft van natuurgebied en zo weinig mogelijk mensen, dan moet u ook niet het gevoel hebben dat u daar gemakkelijk kunt. Maar bij het Amsterdamse bos wel bijvoorbeeld. Bij het bosplan zeg ik dan maar even voor de verandering. Die hele omgeving die moet je per vlek, moet je die vrij secuur gaan definiëren wat je ermee wil. Ja. En dan kun je op dit moment wel zeggen, IJmeer, geen derde fase. En ik denk ook dat als dat besluit nu genomen is door de Raad, geen derde fase. En het is zo vastgesteld door de landelijke politiek. Dan moet je niet zo gauw zeggen, laten we maar weer eens discussiëren over de derde fase. Want dan kom je in een ongericht. Maar ik onderschrijf dat, maar ik zou graag in een verslaglegging, wat ik morgen moet doen, in iets abstractere termen willen praten, omdat we ze dan toch allemaal bij elkaar moeten hebben. Ja. En dat probeer ik ook in de formuleringen rekening mee te houden. Dat je zegt dat er gebieden zijn die hun functie moeten houden. Dat je als stad daar druk over moet maken. Dat je de overgang behoorlijk gescheiden moet hebben. En dat je, als je nu voorbeelden noemt, dat je daarmee buitengewoon goed moet nadenken. Dat je IJmeer, zoals nu besloten is, kennelijk ook binnen die definities liggen. Dat je dat doet. En laten we eens verder omheen gaan, want we hebben meer functies. Soms landbouw, waar we ons zelf ook als stedeling druk over moeten maken. Soms recreatie, omdat die stedeling ook ergens heen gaat. Ja, maar ik zou toch. Heel goed, u bent er mee eens. Nee, ik ben pleiten om. Want ik denk dat die oplossing van Waterland, die samenwerking tussen boeren en recreatie. Het is namelijk jammer, komt veel in Twente, dat er een scheiding is tussen recreatie en landbouw. Yes. Terwijl, die moet er niet zijn. Wacht even. U doet dat op een hele goede manier. En dat zou meer in Nederland moeten gebeuren. En meer rond Amsterdam. Ik ben zelf in Vinkeveen opgegroeid. Daar gaan we. En dat was ook een gebied met allemaal boeren. Dat wordt ook allemaal volgebouwd. Je ziet, zeg maar, als je nu alles wordt volgebouwd. Dat is jammer. Eigenlijk zou je moeten kiezen. Wel boerderijen daar houden, maar toegankelijk voor de stedelingen. Want het is heel goed, de groeiende generaties in Amsterdam op, die hebben nog nooit een koe gezien. Dat is denk ik toch wel jammer. U zegt ook het omgekeerde, of u vult denk ik heel goed aan. De ene kant is dat als mensen daar moeten leven, dat je ze ook, wat er nu gebeurt in specifiekere producten, afspraken van hoe je daar als stad eigenlijk een hele aantrekkelijke aanvulling op alle gemiddelde goederen die binnenkomen kunt krijgen, specifiek. En u zegt, oh, maar die andere kant, vergeet hem niet. Je kunt ook als stedeling de kans krijgen om daar authentieke boerderijen en wat er is, om daar kennis van te nemen. Lijkt me een goede aanvulling. Ik heb ook een lange door. Ja, u mag eerst, want u had wel vergeten. Het verschijnsel stadsrand, hè? Het is niet zo dat de stad die hangt op. En dan krijg je een stadsrand, naast een kinderboerderij, je krijgt een tuincentrum, je krijgt andere bedrijvigheid als een ponycentrum, zitten naar 100 klanten. Nou, de stad is op, maar die stadsrand schrijft het ook op. En het lijkt me dat moet je dan waken om juist die randverschijnselen niet te laten functioneren, of dat het dan juist ook het landelijk gebied weer inpikt. Want die stadsrandverschijnselen pikken ook ruimte. Maar dat is. Om die stadsrand ook in de binnenstad zien te krijgen. Dus bijvoorbeeld door marginale bedrijfjes toe te laten binnen de stad en niet iedere keer op te laten schuiven buiten de stad, uit de stad als het ware.
Nou, als je hier stelt dat er tussen de landelijke gebieden, die heel erg landelijk gebied blijven, en ik hou even uw voorbeeld maar aan, en de stedelijke gebieden, dat je daar eigenlijk niet te veel rotzooierige overgang over grote afstanden voor wil, omdat dat eigenlijk voor die landelijke gebieden vrij dodelijk is, dan is de consequentie dat je daar ook een beleid en een strategie moet hebben, dat je die bedrijven, en dan zit je op de strategie, dat je heel goed moet weten wat je toelaat en wat je niet toelaat. En of je de autosloperijen allemaal daar in een lange reeks aan elkaar doet. Ja, dat lijkt me de consequentie en strategieën. Want anders, je kan het niet maar gewoon laten gebeuren of roepen, dat vind ik niet leuk. Maar dan moet je er ook beslissingen over kunnen nemen. Het lijkt mij eens. Dat juist die rand. Het lijkt mij dat je juist die rand tussen stad en open gebied heel extreem goed vorm moet geven, functie moet geven, moet zorgen dat wij stedelingen daar kunnen komen, dat wij vanuit daar dat lege gebied wat leeg moet blijven, of relatief leeg moet blijven, selectief kunnen belopen of befietsen of wat dan ook. Dat is duidelijk, uw punt is duidelijk. Maar wel nee, uw punt zo is heel duidelijk, dat denk ik. Dus een veelvoud van gebruiksmogelijkheden, daar zijn dus niet alleen die kinderboerderij en misschien nog een informatie. Vinden we. En dan zijn we klaar. Nee hoor, want er wordt gepleit gewoon voor de bedrijven die er zijn om die levensvatbaar te houden. Dat is niet alleen de kinderboerderijen, want die zijn ook niet altijd levensvatbaar. U eerst en dan u. De wie? Het asfalt. Ja. Dus als je dus al die dingen waar je daar nu over gepraat wordt, recreatie, landbouw enzovoort, ondernemers aan de rand van de stad, dat moet dan ook weer toegankelijk zijn. En iedereen is gesteld op zijn eigen mobiliteit. Iedereen moet maar gewoon overal naartoe kunnen gaan. En dat moet ook allemaal mogelijk zijn in een heel klein land. Het betekent gewoon dat dat consequenties heeft voor we gaan nu achter elkaar. We zullen wat korter moeten formuleren, wil ik de 5 uur halen. Maar het gaat de goede kant hebben, er komen nog wat stellingen. U. En u was net. Ja, eerst u. Ja. U, daar ben ik. Ik wou alleen nog weten wat we de woningen nog neer moeten zetten. Daar kom, die vraag zat ook bij mij. Heel goed. We zijn allemaal met het groen bezig. Ja, maar vind ik prima. Ik zie maar steeds dat er nog woningen gebouwd worden. Heel goed. Ik heb even gesloten, alle tuinen weggejaagd. Dat moest dus voor de Olympische Spelen. Ik beloof u, de vraag ga ik direct stellen nadat ik even nu over de ruimtes nog even ga inventariseren. En u was nu. En ik hou hem vast, want die vraag had ik zelf ook in mijn kop als lelijke vraag aan u allen die ze goed wil. Ja, we hebben het nu als de landgebied als dat landgebied als eigenlijk als uitloopgebied voor de stedelingen. Ja. En om nog weer te reageren, dat is denk ik al mede door te zorgen dat stedelingen nog verder weg de auto of wat dan ook hoeft te pakken om dus gewoon de zuidelijke te definiëren. Dus op zich heeft dat, dat staat in de belasting van de werkgever, maar juist recreatiegebieden zo dicht mogelijk bij de stad. Ik denk dat dat een van de drijvende krachten is om dat zo open en zo toegankelijk mogelijk. Het gevoel dat je dus gewoon nu echt 24 uur per dag, 7 dagen per week een vier hebt. Ja, dat probleem hoop ik dat in een andere werkgroep aan de orde is. Daar leid ik ook erg onder met u mee. Maar ik vond meer dat u het aardig eens was over een paar punten. Namelijk dat wil je, die asfaltering waar u zo lelijk bij keek en gelijk had u. Wilt u die in de hand houden dat je dan de recreatiegebieden in elk geval beter dicht bij de stad kan hebben. Dan dat die functie de rest ook nog belast. Die aantekening houden we erbij. En dan ga ik weer terug naar die ruimtes. Welke ruimtes? En dan pak ik uw vraag mee. Welke ruimtes willen wij groen houden op de wijze zoals we het tot nu toe bediscussieerd hebben? En als we het tot nu toe roepen, kennelijk bijna alles, inclusief het IJmeer. Waar gaan we dan bouwen? Groene lobber, niet bouwen. U zegt niet bouwen. Nee, maar waar dan wel, zei ik even. Kaas slaan, dat is nu al niet zo prettig. Kan nog verdichten,
Maar u zegt verdichting. Is de eerste is verdichting. Ik zit even, laten we woorden zeggen, want er moet gebouwd worden. Vroeger dan namen we gewoon een stuk land in beslag en dan maakten we de stad groter. Annexatie, daar hebben we nu deelgemeentes die daar tussen liggen en andere gemeentes regionaal. Maar vroeger pak je gewoon een stuk land en dat werd dan weer stad. Nu verdichting, zegt u. En ik wil een andere vraag. Hoeveel woningen hebben wij dan nog nodig? Oh, dat kan ik u zeggen. Er zijn, van DRO zijn er toekomstverwachtingen waarbij je kan zeggen dat in de loop van de tijd de achterstand die er nu is in nieuwbouw opgelost zal worden. Maar laat ik zeggen, dat kan een paar jaar mis zijn. Op een gegeven moment dan zullen we de, als er groei in bewoning is, hier niet meer kunnen opvangen binnen de stadsgrenzen. 2005 geloof ik. Ja, we hebben eerst verdichting. U eerst en dan weer. Wat? Geen subsidies meer aan nieuwe woningen. Dat betekent dat de woningen veel duurder worden. Dat mensen dus minder vaak willen verhuizen naar grotere woningen. U bent kleiner wonen. Dus dat mensen niet meer 60 vierkante meter, maar weer naar de 20 teruggaan. Nee, dat is één optie. Kunnen zijn. Maar minder 80. Ik heb niet de indruk dat u algemene aanhang hebt. Ik woon ruim genoeg om het met u eens te zijn. Ja, u mag ook wat zeggen. Ja, wat mij opvalt is dat er aan de rand van de stad vaak heel veel gebouwen worden. Ja. We hebben nu één, we hebben verdichting al gezien, daar heb ik niet veel problemen. Maar hier wordt ook gezegd, moeten we dan alleen in laagbouw of kunnen we, moeten we de consequentie nemen van wat we eerst gezegd hebben, door dan te zeggen, de consequentie zal zijn hoogbouw voor woningen ook. Ja, maar dat is wel, als je allemaal, als maar meer mensen krijgt, dan moet je natuurlijk wel wat doen. Nou, kwalitatief hoogwaardig. Ja, maar dat vind ik echt een hele foute stelling hoor. Dat de mensen die allemaal goed wonen, die zeggen aan de anderen hoeven niet mooi. Dat is, jongeren zijn hele daar gaan we, het zijn ook jongeren. U. Ja, kijk, de jongeren zijn dan gewoon de pinnen. Ja. Dat vond ik een vrij nette uitdrukking voor wat ik in het hoofd had. Ja, ik bedoel, er gaan toch ook mensen dood naar bejaarden? Nee, zo nee, maar de ontwikkeling is... Nee, maar de ontwikkeling is dat dat toch de vraag nog een hele tijd wel... Ja, ja. En dan, is, dan kan zijn, maar u zegt verdichting. U wilde kennelijk zo sterk een aantal van u die gronden sparen dat je verdichting wil en eventueel verhoging. Ik kom bij u terug. Nee hoor, ik zeg dat tot nu toe hier, maar ik kom bij u terug juist, omdat u daar tegen kan. Maar ik ga nog even rond. Nee, verdomme, helemaal niet. Ga ik weer terug. Andere mogelijkheden, hoe je dan, als je die, dat zo spaart rond de stad, hoe je het dan eigenlijk doet? Ja. Nou, ik weet niet of dat een smaak heeft op dit moment, maar in de eerste plaats hebben we last van dat ik niet precies weet wat verstedelijking is. Wordt nu gezien als vooral woningbouw en dergelijke. Daar hadden we het nu even over en ook bedrijvenbouw. Ja. Maar wat ik in het Engels goed vind, is dat de hele goede toegankelijkheid altijd blijft om over wat te kunnen lopen. En dat is wat u zegt. Wat je in Nederland ziet is dat bijvoorbeeld alle rivieren, daar kan je het nooit aan de... Dat moet men even zien te noteren. Je ziet bij het IJ, dat is dan heel vervelend, dat er toch weer te veel gebouwd is, zodat je weer niet aan de oevers kan komen. En zo vind ik dat er veel scherper moet worden gekeken waar je wel kunt bouwen en waar je absoluut niet mag bouwen omdat dat... openbaar toegankelijk gebied moet blijven. Maar u zegt van nou, als je dan, hè, dus hele problematiek, ja, maar waar we eenzijdig mee bezig zijn is waar zetten we alles neer en waar we ook mee bezig moeten zijn, hoe richten we onze openbare ruimte in? Ja, de absolute toegankelijkheid die moet blijven. Oké, toegankelijkheid die moet blijven. Voor iedereen. Of weer komen zou ik liever willen. Ik zou liever willen zeggen weer komen, want ja, vele weer, gebieden weer, zijn niet weer, toegankelijk. Dat bedoel ik ook, dat moet weer opnieuw veroverd worden. Ja. Ja, dat is duidelijk. En dat kunnen we nu dus bijspreken op een goede manier oplossen voor een deel. Maar daar waar de mogelijkheid bestaat, de oevers terug. Maar zo zit het ook bij het Gein, dat ook daar bijvoorbeeld die oevers ook wandelpaden komen. Dat je daar dus gewoon kunt wandelen. Niet alleen maar die auto, een stukje eraf voor het wandelen en die auto niet altijd aan het vrijdagen. Oké. Dat is een heldere toevoeging ook, die volgens mij zinvol is, omdat we daarmee de discussie wat realistischer maken dan alleen schematisch tussen stad, land. En u zegt, er moet ook wat... Ik ga toch even nog naar u, want u lokt iets uit wat ik daarna ook wilde uitlokken. En daar wordt gezegd eigenlijk, nee, deze hele discussie zoals we nu gehad hebben, die leidt tot een echte beveiliging eigenlijk en een niet verslonzing.
van de overgangen tussen stad en land. Waar moet je daar wonen, was de vraag. En er wordt hier gezegd, op de plekken die we nu hebben, dus geen groene lop, pakken we daar nog bij. Daar komt het op neer. Daar zei u niet, maar wat vindt u daarvan? Nou, ik weet het niet natuurlijk, maar we wel moeten gaan bouwen. Want daar heb ik niks. Ja, maar dat moet u even vinden nu. Maar wat mevrouw zei, verdichtingsbouw, dat wil dus zeggen de tuinsteden, tuinstedenbakken. Huh? Nou, dat wil ik niet voor. Nee, maar er moet ergens een oplossing komen. Maar er zijn natuurlijk... Ja, als je gaat verdichten, moet je appelen volbouwen. Ja. En niet, gewoon niet de tuinsteen. Oh ja. Mag ik hier... Ogenblik. Mag ik... Ogenblik. U zit gewoon... Nee, wacht eens even. Hop. De orde ga ik terugnemen. En ook u respecteert mij als voorzitter. Nu zie ik heel erg helder in uw ogen. Ik weet heel zeker dat u dat doet. U hebt in Vinkeveen gewoond, dan doen ze dat. Ik ben heel getrouwd, ik ben geen Amsterdam. Allemaal Vinkeveeners. Dus die doen dat. En daarom zeg ik nu, ik kan u twee dingen doen. Ik kan een lijst rondsturen met waar u woont. En dan kunt u allemaal de andere straten invullen waar verdicht kan worden. Ja. Dat is vrij kostbare tijd, rovende situatie. Dus ik wou dat niet doen. Wij stellen hier vast op een andere plek. Dus dat is een beetje onzin. Het blijft het probleem, eigenlijk de vraag, u vindt dat alle gebieden, de lobben die er nu zijn, daar zo bij Ouderkerk hierheen nog een heel eind, als je bovenop een mooie grote lob nog langs die Amstel daar, bij het Gein, in Noord, de richting Utrecht hebben we al gehad, de Diemense kant, u vindt eigenlijk genoeg is genoeg. En dan moet u maar desnoods omhoog. Of verdichten. Wat de ruimtelijke ordening betreft rond Amsterdam een beetje conservatief. Groene gebieden hebben ook hun tijd nodig om goed ontwikkeld te worden. Ja. En daar moet je niet iedere keer allerlei ingrepen op geven. Ja. Hou die groene gebieden maar zo ongeveer zoals die nu zijn wat de omvang betreft. En als je dan vraagt waar het gebouwd moet worden, nou, dan zul je moeten bouwen binnen het stedelijke gebied. En als dat niet lukt, ja? Daar gaan we heen. Als dat gewoon niet kan, ja? Dan zul je in andere Purmerend. Grote Almere. Woonkernen, Almere, Purmerend, zul je verdere stedelijke kernen, dichtere stedelijke kernen moeten gaan maken. Wordt het algemeen onderschreven? En de mobiliteit zul je met openbaar vervoer moeten oplossen. Ja, maar met het openbaar. Maar hier is de consequentie. Maar dit wordt gezegd en er wordt tegenover gezegd. Ja, dan. En dat is bij de Koentunnel natuurlijk toch een debat geweest. Eerst gezegd, ja, iedereen in Purmerend moest wonen. En daarna willen ze hierheen om te gaan werken. En dan konden ze niet meer door die tunnel. Ja, dat zijn van die grappen die er natuurlijk ook tussendoor komen om even hevig en. Maar dat komt door het nationale beleid, omdat. Laten we wel wezen dat in Nederland eigenlijk nog geen kabinet goed openbaar vervoer heeft ontwikkeld. Ik bedoel, het is allemaal hier pappen en nat houden. En toch, als je nu weer naar de begroting van Verkeer en Waterstaat kijkt, gaat het meestal toch weer naar aanleg van wegen en niet. Ja. Van ik injecteer het openbaar vervoer en daar zet ik nu alles op alles. Ik bedoel, het is hier allemaal zo kneuterig. En okay. In de wereldsteden kunnen we dat wel goed ontwikkelen. Daar komt wel om de paar minuten een metro op Parijs. Misschien omdat het een wereldstad is. Ja. Je zou nooit... voor we die discussie nu verder gaan over verkeer. Want daar zijn. Daar moeten we maar even. Ik stel de vraag en breng het terug dat kennelijk om het platteland de ruimte te geven, dat we daar zorgvuldig mee om willen gaan. En als daar een tegenstrijdigheid zou zijn met de woonbehoeftes, als die er zou zijn, dat we eerder denken aan dat binnen die stad in op allerlei wijze verdichten of verhogen, of door andere steden, als je dat niet kan op te lossen, dan door het verder aantasten, kennelijk, van de lobben waarvan ik de voorbeelden heb genoemd. Ik wou daar wel graag één kanttekening bij zetten, want verdichten zoals dat nu begrepen wordt, daar heb ik grote moeite mee. Wij zullen dat noteren. Ik wil dus wel een kwalitatieve verbetering van de woonomgeving tegelijkertijd met de verdichting. Ja. Dan kan ik me daarin heel goed vinden, maar niet als dat betekent verstoring van de huidige milieus van de voorsteden. Okay. Zonder dat
daarbij een kwalitatieve verbetering. Helder, en dat, ik breek u af, want anders komen we in tijdnood. U. Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Nee, zeg het. In mijn ervaring vind ik de tuinsteden nog boter, nog vis. Ja. Je woont niet op het platteland en je woont in de stad. Dus de stedelijkheid ontbreekt. Ja. Ik wandel de laatste tijd veel door de stad en door die gebieden en ik juich de verdichting toe. Ja. Maar wij zijn niet strijdig, want ook als je dan verdicht, dan moet je het kwalitatief goed doen, zegt mevrouw. En aangezien we allemaal voor kwaliteit zijn, blind roep ik dat iedereen voor kwaliteit is hier. Breng het niet eens in stemming, ook achter mij, iedereen voor kwaliteit. Maar dat is omgevingskwaliteit. Altijd voor kwaliteit. Ja, nee, ik ontneem u even het woord, want ik wou even dat anderen ook het woord krijgen. Dat moet u... dat is allemaal gezegd. We hebben over de stadsrand gesproken en we hebben nu alleen even de check van meneer, van wat doe je dan met als er meer bewoners komen. En er zijn ook wel wat kanttekeningen bij. U hebt er daar ook, zie ik wel, van ja, jee, dat heeft ook, als je zo'n overloop naar andere steden hebt, heeft ook zijn negatieve effecten. Maar ik proef hier een sfeer en noodzakelijkerwijs moet ik over... En daar hebben we al een beetje over gesproken, want dit is mijn opdracht en mijn plicht. We hebben nu een beetje gezegd hoe we dan die verhouding tussen stad en land willen, ook wat het land kan bijdragen. En welke rol is de volgende vraag, kan het landschap spelen in de ontwikkeling van gebieden waar verstedelijking wel de ruimte krijgt en welke bijdrage aan kwaliteit, identiteit en duurzaamheid levert dat op? Daar hebben wij kennelijk... Oh ja, ik wil alle kalm. De probleem hiermee, en daarom kunt u er ook niet goed naar luisteren... dat u helemaal geen ruimte aan verstedelijking wilde bieden... en dat deze vragen nog vanuit ging... dat hier een milde houding tot bepaalde verstedelijking zou zijn. En waar verstedelijking wel de ruimte krijgt... en welke bijdrage aan kwaliteit, identiteit en duurzaamheid... kan daar de inrichter van het landschap als bijdrage geven. Het komt wel tevoorschijn als je, zoals u bedoelde, verdichtingsbouw in nieuwe kwaliteiten probeert te realiseren. Dan komt de landschappelijke kwaliteit van dat gebied ook aan. Okay. Niet zozeer in oude agrarische gebieden, natuurgebieden, maar in oude verouderde stedelijke gebieden. Maar dat is dan... Ja, maar we kunnen die vraag wel omgooien. Want de consequentie van de beantwoording van de eerste vraag... bij vele aanwezigen hier... is dat die tweede vraag... moeilijk meer zo gesteld kan worden... van als je nou toch gaat bouwen in... richting Ouwerkerk... hoe kan je het dan nog een beetje leuk doen, zal ik maar zeggen. Want dat wilden we niet. Dus draait Roel dat met de bekende slimheid om... en die zegt, maar je hebt natuurlijk wel een aantal kwaliteitseisen... ook landschappelijk gezien... aan de verdichting, bouw van een aantal gebieden... die niet tot het stedelijk areaal behoren. Dat is toch wat je zegt, Roem? Hoi. Mag ik toch even terugkomen? Ja, ga je gang. Je kunt ook, als je concludeert dat je de groene loop, bijvoorbeeld de Amstelsweg, groen wil houden, ja, dat kun je op een heel andere manier gaan kijken naar de vorm die dat groen heeft. Ja. Het is nu, zijn we bezig met het bevriezen van een vrij sentimenteel beeld van de Amstelsweg, als zijnde een oud veenweidegebied met weilanden met koeien. Terwijl de bedrijven die er zitten helemaal geen enkele economische levensvatbaarheid meer hebben. Dat kun je met subsidies wel overeind houden, maar niet zolang als die subsidiegever bereid is daar geld in te steken. Je kunt ook zeggen, we houden het groen, maar we zien dat het binnen een heel stedelijk gebied ligt. Trek daar de consequentie uit en erken dat het gewoon een stadspark is. Zij het 10-20 keer zo groot stadspark, maar het is een soort park. Dan wil je draaien het andersom. Op een hele andere manier gaan inrichten. En dan kun je vervolgens de vraag stellen welke elementen uit het verleden die in dat landschap zitten. En dat zijn dus niet die koeien en niet de sloten. Kunnen daar waardevol zijn en een bijdrage geven aan de stad. Mag ik u één, want het is een heel goed betoog, naar mijn gevoel een goede aanvulling. Maar ik mag ik kijken of ik, als ik het een beetje amendeer, of je het er dan nog mee eens bent. Als u zegt, maar dat kunnen niet koeien, sloten, et cetera zijn, dan bent u het erg aan het herinrichten. En eerder werd gezegd, van het kunnen. Ik denk dat iedereen onderkent dat je daar niet op een ouderwet sentimentele manier naar moet kijken, maar het levensvatbaar moet maken en dat dat niet altijd op de klassieke manier gaat. Laten we dat nog maar eens even aannemen dat het zo is. Maar dan zeggen sommigen, dat hoef je niet iets helemaal nieuws te ontwerpen, want je kan een deel van die functies van koeien, et cetera, wel degelijk houden door de directe leveranties. En het is ook, zei de mevrouw hier net, aantrekkelijk uit de stad dat je nog ziet hoe je in je directe omgeving, hoe eigenlijk landbouw gepleegd gaat worden. Dus moet het zo uitsluitend zijn als u zegt, die inrichting. Ik heb dan het idee dat, en dat klinkt heel denigrerend, maar ik denk dat
dat dan toch het beeld krijgt van een soort kinderboerderij. Ja, maar hij mag denigrerend zijn even, want daar wordt het ooit leuker van. Dat wordt een soort kinderboerderij en dan heb je één wel boeren. En wat doe je met de rest van het gebied? Want dat wordt dan een hele grote kinderboerderij. Die koe heb je na 3 keer als stedeling heb je een koe echt wel gezien. En die 2 verschillende soorten koeien, dus heb je na 4 wel gezien. Nee, ik denk dat je moet kijken naar welke toch aan de stad gerelateerde functies die een groene omgeving nodig hebben, die je daar kwijt kunt. Dus dat gaat dan toch over prettig wandelen, prettig zitten. Recreatie. Mooie landschappen. Recreatie, ja, mooie landschappen. Ja, maar mag ik zeggen? Ja, ik wil even die twee dingen in tweeën onderscheiden. Ik denk dat we over één punt, en daarna krijg je meteen het woord, geen verschil van mening hebben. Want anders gaan we een beetje verwarten. En dat is dat je die functies levensvatbaar moet hebben daaromheen. En dat het heel wel ook recreatieve en wandelende functie kan zijn. We hebben wel een verschil van mening, als ik mensen eerder heb gehoord, dat het uitsluitend dat nieuwe ingerichte gebied zou moeten zijn. Omdat eerder mensen hebben gezegd, bewaar nu een aantal levensvatbare en steun dat ook. Dat, dus het eerste constateer ik dat we het eigenlijk wel eens zijn. Dat je daar heel erg goed naar de functies voor stedelingen moet kijken in dat gebied. En niet alleen de ouderwetse manier SEC kan handhaven. Maar dan wil meneer meteen alles verdwijnen. En dat wil ik maar in discussie stellen. Als je ziet die tentoonstelling Rembrandt aan de Rijn, buitengewoon interessant, juist ook historisch gezien. Dus maar ik moet er wel bij. Goed. Ik roei daar eigenlijk bijna iedere week wel een beetje. En het is heel goed te handhaven, die Amstel, zoals je er nu bij ligt, denk ik. Maar we hebben het ook, maar heeft het ook over economisch levensvatbaar, die gebieden, hè? Dat is economisch vatbaar. Als, het als u roeit daar. Gaat het volgens mij redelijk goed. Je moet daar niet allemaal cafés neerzetten. Je moet je aan het begin aan het einde neerzetten. In een mooie oude kerk, mooi in Amsterdam. Daartussen moet je dat juist niet doen. Ja, maar dat gebied moet levensvatbaar zijn. En dus ook wat meer nog naar een functie voor stedelingen. Wat is dat levensvatbaar? Amsterdamse bos levensvatbaar. Nee, maar dat zou. Nee, maar ho. Dat zou meneer ook helemaal niet zo erg vinden, want hij had het over wandelen en weet ik wat. Hij zegt alleen, ga niet nostalgisch naar het waterland kijken, dat je die boerderijen in de eeuwigheid hun oude functie kunt doen behouden. Dus daar moet je wat creatiever naar kijken. Dat is toch wat u zegt, of niet? Ga ik nog even toelichten, want anders dan valt u allemaal over hem heen. Er is een risico verbonden aan het handhaven van die agrarische bedrijven zoals die daar nu zitten. En die een zeer geringe economische levensvatbaarheid hebben. Want die mensen, dat zijn ondernemers, dus die moeten ieder jaar zorgen dat ze geld verdienen. Die leven ook niet van de Rabobank. Dus die gaan op zoek naar andere inkomstenbronnen. Deels is dat dus het op ecologische wijze kweken van lekker vlees, wat in Waterland gebeurt. Dat is een succes. En dat is ook even. Maar deels gaat dat dus inderdaad door het bouwen van kassen, door het opslaan van staken en dat soort dingen. En dat wil je allemaal niet. Nee, dus als je dat wil hem niet. Als je op zekere hoogte kan dat zelfs wel. Dat is helemaal het probleem. Maar heeft hij gelijk of heeft hij niet gelijk? Maar je kan altijd moeten houden over verkeer. Ja, maar dat is weer iets anders. Hij heeft natuurlijk gelijk. Toen nou, ik kom uit Friesland oorspronkelijk. En daar kon je vroeger met 20 hectare aardig levensvatbaar zijn. En toen niet met 40. En daarna moet je met honderden koeien. En dat is dus echt in verandering om het economisch levensvatbaar te houden. Dat is gewoon een gegeven. Ja, maar ik wil nog even. En dan kun je wel wensen dat het anders is, maar het is een gegeven. De Amstel levensvatbaar maken. Ja, dat ben ik ook. Ik wil die meneer die roeier bijvallen, ik ben zelf ook een oud roeister. Dat helpt. Die is heel levensvatbaar. Je hebt zomeravonden, u weet als het mooi weer is, dan kun je daar zelfs bijna niet roeien vanwege alle andere pleziervaart die er is. En de vrachtvaart die ook nog gebruik maakt van die Amstel. Maar wij moeten niet een misverstand hebben. Je meneer kijkt niet naar die Amstel die heel levensvatbaar is. Bijna een ader zou je kunnen zeggen. Maar naar de omgeving, en laten we dan maar even naar Amsterdam-Noord kijken. Kunnen die bedrijven langdurig in de huidige omvang met de huidige landbouwontwikkelingen alleen SEC voortbestaan? En u zegt, je mag er wel eens naar kijken of die functies ook niet. En gegeven ook wat u daar eerder gezegd hebt, maar of we daar ook niet functioneel in wandelen, in inrichting en weet. Ik word dichter op die stad komt. Kan wel. Eerst zijn dan u. Ik heb wat moeite met de termen levensvatbaar en functioneel. Ja. Nou, die mensen moeten kunnen leven, anders krijg je daar staakervens. Nee, maar je beschouwt dus het buitengebied als het uitloopgebied, het functionele uitloopgebied van Amsterdammers. En vervolgens wordt het dus voer voor planologen en dergelijke, hoe je dat ingericht.
Maar wat ik hier bijvoorbeeld helemaal vind ontbreken is de behoefte die ook heel veel Amsterdammers hebben, maar wat je veel moeilijker economisch kan definiëren, aan bijvoorbeeld struinnatuur of aan een soort ruigoord, wat nu dus helaas gaat verdwijnen. Maar dus gebieden die dus niet ingevuld zijn, waar je nog wat kan ontdekken. Waar een pleidooi dat je niet alles kan plannen. Pleidooi dat je niet alles moet plannen. Definitie moet maken van wat levensvatbaar is of economisch. Want anders dan verdwijnen juist dat soort dingen en het vind ik het weer heel saai. Oké. Okay. Nee, eerst u. Nou, naar mij kan het wel, maar wat, dit soort discussies zijn inderdaad heel belangrijk op dat terrein. Ik woon zelf in Waardland en ik ken dus mijn buren die ook boeren zijn en die dat gaat heel goed. En er zit ook een, het is een beetje een agrarisch museum beginnen te worden. Ja. Gaat goed. Maar wat een belangrijk punt is, op het moment dat hier visionair wordt gezegd van dit kan niet zo langer door blijven gaan, wordt 1 hectare grond niet opeens 20.000 gulden waard, maar 40.000 of 5.000 gulden vanuit een soort speculatiewaarde. Ja, en dan zeggen die boeren van hey, ik heb hier even 20 hectare, laat ik het even splitsen en ik ga eventjes met mijn boeltje ergens weg. En dan ga je dus dit zelf, zeg maar, dan wordt een soort zelfvervullende prophecy. Dan gaat het gewoon zichzelf bestendigen. Ik wil ook nog iets daarop zeggen, want dat vind ik dat wel vergeten wordt en dat wordt net al hiernaast gezegd. Dat we toch ook wel heel erg zorgvuldig moeten omgaan met ons cultureel erfgoed, vind ik. Want wat je daar dus ziet, dat we hebben het dan over het gebied. Ja, dat is ook al heel vaak vroeger gezegd. Cultuur, dat is niet altijd rendabel te maken, maar het geeft ook een geestelijke verrijking als je daar dus dat eens zoveel mogelijk in zijn oude staat behoudt. En dat geeft weer een bepaalde mentaliteit aan de stadsbewoners, wat toch eigenlijk volgens mij hier wel onderschat wordt. Dus ik wil er ook op pleiten om dat gebied toch wel voor in ieder geval een groot gedeelte te behouden. Wij hadden dat al geloof ik besloten, hoewel we het niet te besluiten hebben, maar uw redenering voegt veel toe. De argumentatie voegt toe. Omdat je niet alleen in economische termen, maar ook in andere functies voor mensen. En ik zal me even losmaken van mijn voorzitterschap. Ik onderschrijf dat hartelijk wat u zegt. Dus, Ik zou even over die economische vatbaarheid nog iets willen zeggen. Hoogwaardige woonmilieus vereisen ook hoogwaardige natuurruimte, wandelruimte, uitgaansruimte daaromheen. Als je dat een niet hebt, kun je het andere niet houden. Ja, dan moet u mij even, want de tijd schrijdt snel voort. Maar we zijn langzaam ook toch een beetje bezig met die laatste, die ik nu heel kalm nog even voorlees. Welke duurzame symbiose is er denkbaar tussen stedelijke functies als wonen en werken en groene functies als natuur, waterhuishouding en recreatie? Welke landschappelijke patronen kunnen bijvoorbeeld de identiteit van toekomstige stedelijke structuren versterken of een duurzame basis vormen voor die stedelijke structuur? Dus welke landschappelijke patronen kunnen eigenlijk die stedelijke structuren versterken of een duurzame basis vormen? Nee. Nee, want als u mij even uw kans geeft, want ik heb niet voor niks hier 4 minuten voor gelaten, want door de discussie daarvoor waren we hier ook al wat vanaf. Ik denk dat je, als ik de discussie hier nu tot nu toe redelijk heb proberen te volgen, dat je dan eigenlijk alleen maar kunt redeneren in die ondersteuning met behulp van de redenering die u hier hebt, hield. Door te zeggen dat als je in die stad woont en u hield, dan heb je een omgeving nodig, en die omgeving moet er een van zichzelf zijn en niet een halve stad zijn, maar een helder onderscheiden landschappelijke omgeving, die ook niet alleen voor die omgeving, die als waarde op zichzelf moet zijn, en niet alleen maar als een aanvulling op ons, maar dus op zichzelf, maar ook voor ons in de stad functioneel en verrijkend moet zijn en niet alleen in economische termen. Dat je daar wel aan moet denken, dan komt de redenering van u erachteraan. Je moet heel goed, als je dat waardevol wilt hebben, nadenken in hoeverre je daar dat ook als sommige delen daarvan en de mensen die daar wonen eigenlijk gewoon hun brood kunnen verdienen, zal ik maar zeggen. Daar kun je niet omheen gaan. We laten u nog een ander stukje zien van de discussie van vrijdagmiddag. Daar werden de wethouders aan de tand gevoeld over hun toekomstvisie. Met name wat mevrouw Jikkie van de Giezen zei over de situatie rond A2000 vind ik toch wel heel interessant. Want eigenlijk, let u goed op, geeft ze daartoe dat
er een paar jaar geleden gewoon fouten gemaakt zijn. Dat dat niet gedaan had moeten worden. Maar, zegt ze, het was niet voorzienbaar. Nou, u weet, ik, Luc Sala, heb het toen druk gemaakt omdat ik vond dat er voorzienbaar was dat het mis zou gaan. Maar luistert u naar André van Es, die de wethouder Jekkie van de Gries ondervraagt. Altijd een zwarte piek. Dus zelf ben ik van mening dat of je privatiseert of je privatiseert niet. En ik ben van mening dat je de infrastructuur ten alle tijden, of het nou gaat om vervoer, of informatietechnologie, of om kennis, of wat dan ook, dat je die altijd bij de overheid moet houden. Omdat het altijd kan voorkomen dat de markt de infrastructuur zo gaat gebruiken dat je denkt, ik ga het gewoon weer zelf doen, want we doen het beter. En wij besteden dat belastinggeld dan ook anders. Dat vind ik buitengewoon belangrijk. Maar goed, dan kijken we naar de situatie waar we vandaag in zitten en van daaruit naar 2030. Vindt u nou dat het gemeentebestuur van Amsterdam echt een fantastische kans heeft laten lopen om Amsterdam echt uit te bouwen tot kennisstad, om echt, zeg maar, die grote digitale snelweg te doen ontstaan hier, om echt dat Silicon Valley beeld wat Hugo Status graag voor ogen heeft, om dat in de stad te zien ontstaan, dat die kans eigenlijk verkeken is? Nee, want dan ga je vanuit dat het bezit van de kabel die nu uit 2000 is, dat daar een voorwaarde voor is. Kijk, de tijd gaat natuurlijk razendsnel. Als je ziet wat er nu op dit moment gebeurt met satellietverbindingen. Ja, er komt veel meer op de markt. Wat nooit meer eens, waar niet eens met een debat over gevoerd zal worden, of het wel van de overheid moet zijn of niet. En dan gaat het erom, onder welke voorwaarden kun je die inzetten? En hoe kun je die dan weer aanwenden voor die stad? En ik ben ervan overtuigd dat dat, maar goed, dat de Duco wil dat dat kan. En Pauline Krikke is daar ook mee bezig met die kennis, dat Silicon Valley model. Ik ben er absoluut van overtuigd dat we alle kansen hebben om dat binnen Europa heel duidelijk te worden. Die kansen zijn niet beperkt dan? Nee. Nee? Nee. U zou die mogelijkheden hebben als overheid toch uiteindelijk meer over die maakbaarheid, laat ik maar zo zeggen, hè, van die kennisinfrastructuur te beschikken. Vindt u die, zou niet wat meer van die mogelijkheden willen hebben? Nee, het gaat niet om de maakbaarheid van die structuur. Het gaat erom dat je het zo moet kunnen neerzetten in je stad, dat die structuur die door anderen gemaakt wordt, heel veel, ook die satellietnetten, dat wij die stad ontwikkelen op een manier dat die hier een plaats kunnen vinden. En als je ziet, en daarmee zijn we toch echt de eerste stad hier in Nederland, dat wij nu met woningbouwverenigingen, dat er huizen gebouwd worden, waar je als je die gaat huren, want we starten dan in de sociale woningbouw, dat je een kastje in je huis hebt, zoals wij nu, overigens als enige land in de wereld, een kastje hebben met een directe aansluiting, hè, op de kabel, want normaal gesproken moet je daarin aan. Maar wat van alles om de stad oplevert, is natuurlijk ook nog maar. Nee, maar dan kun je dus in al die. Dan kun je dus kiezen of je op satelliet of weet ik wat gaat. En als je ziet wat voor programma's daarop aangeboden zullen worden, wat dat voor kennis uiteindelijk, wat daar rond zal gaan, dan weet ik zeker dat wij daar in die Silicon Valley in kunnen worden en blijven. Maar kunt u ons dan met de hand op elkaar verzekeren dat u nog voldoende invloed heeft om te bepalen wat ons via het kastje wordt aangeboden? Of moeten wij de stad met z'n allen toch weer massaal gaan ontsieren door schotelantennes? Nou, nee, u stelt het niet helemaal juist. Als u zegt van, wat heeft u invloed op wat er wordt aangeboden? Dat hebben wij heel veel dingen niet. Als we nou even vergelijken met boeken, tijdschriften. Er komen tijdschriften op de markt waarvan wij zeggen, nou, zouden we liever niet hebben. Dat vinden we niet zo prettig. Daar ga je tegen. Dus je moet afspraken maken over dat net. De invloed die je hebt op dat net is, en daar hebben wij ook dit contract voor gesloten, in aanval met uit Huizen, is dat je ook als overheid zelf, zoals met een openbare bibliotheek, weer zoveel kennis en programma's zelf op dat net kunt zetten, dat je natuurlijk de content van dat net op die manier kunt beïnvloeden. Goed. Goed luisteren allemaal, hoor. Dat is belangrijk. Van Krikke, Pauline Krikke, wethouder van Economische Zaken. En dat was het weer voor MMTV deze week. Misschien dat we in de komende tijd nog wat andere stukken van dit toch wel interessante debat en congres over de toekomst van Amsterdam kunnen laten zien en horen.
Dit was MMTV en nog een prettige avond.